Na het grote succes van vorig jaar keert Splash in een nieuw jasje terug naar Nijmegen. Van 25 tot en met 28 mei kan er weer van de langste pop-up waterglijbaan in Nederland gegleden worden. Mark Bos legt uit wat Splash inhoudt en wat er allemaal veranderd is. Nou, Splash is, is de eerste pop-up waterglijbaan van Nederland. Vorig jaar voor het eerst georganiseerd in Nijmegen en nu komen we terug. Beter dan ooit. Ja. Ten eerste, we zijn 50 meter langer. We hebben een andere locatie. Vorig jaar zaten we in de Stikke Hezelstraat. En nu gaan we langs het casino van de trappen af naar de Waalkade toe. En we hebben een nieuwe baan. Dus die is echt, dat is echt de grootste verandering misschien wel. Hij is niet meer blauw, maar hij is oranje. En hij is compleet opblaasbaar. De bodem is opblaasbaar. Het glijvlak is breder. Hij ligt er daar helemaal strak bij. En, ja. Nou, onze plannen voor de toekomst zijn om in de aankomende jaren wel flink door te groeien, meerdere edities te organiseren. We zijn begonnen in Nijmegen, dat is ook waar ons hart ligt. Maar de Alpen vinden we ook wel heel interessant. Dus dit jaar gaan we in juli en augustus liggen we een week in Morgien, Zwitserland. Voor de grootste waterglijbaan van Europa. Dus dat is echt wel een gaaf avontuur. Ja, het is echt topglijbaan. Het is echt leuk om te doen. Vooral nu ik lekker weer erbij, zonnetje. Een beetje mijn zwembroek door de stad heen glijden. Perfect toch? Twee weken weer? Ja, zeker. Ja, en dan nog veel harder. En minder moeite dan, want dan gaat hij naar beneden.